Het rent hielendal uit de hoorn, begin september onder Robijnenkamp in Drachten. Twa ploegen gingen met elkaar op de vuist. Wat wie nou de aanleiding? Zoals ik het uit het proces verbaal heb kunnen opmaken, waren er twee verdachten, althans die nu verdacht zijn, die zaten op de fiets en die vielen. Er zat een heel groepje mensen buiten en die begonnen ze uit te lachen. En zo is een woordenwisseling ontstaan. Vertellen de advocaten van de drie vertochten die het ongehouden worden. Een heid van 38 jaar, maar twa zwan van 18 en 16 jaar, alle jaar uit Drachten. Alle drie worden ze verantwoordelijk gehouden door justitie. Vader en zijn beide zonen gingen terug naar waar het aanvankelijk was begonnen. En daar is het losgegaan. Heeft geleid tot een behoorlijk gewelddadige situatie. Bij de vjochtpartij werd een grote boeslamp gebruikt en een stuk hout met metaal daarin. De 48-jarige Haanstaar rekt zwier verwoenen en stiet letter in het ziekenhuis. De buurt is van slag en organiseert een stille tocht. Het slachtoffer is nefens justitie slim tatakelen. In het voorlopig sectierapport staat: het overleden kan worden verklaard door algehele weefselschade, door bloedverlies en falen van orgaanfuncties, ontstaan als verwikkeling van inwerking van uitwendig mechanisch heftig botsend geweld op het lichaam. Vrij vertaald zou ik zeggen in Nederlands: hij is gewoon doodgeslagen, hij is doodgebeukt. De vertochten ontkennen dat ze Haanstra slaan ha. Verklaringen van vertochten en tjoegen jouwen nog geen duidelijk beeld van wat er gebeurd is. Daarom willen de advocaten nog eens 18 tjoegen jaren. Het is een weerwaar. Er zijn veel mensen bij betrokken. Er was ook drank in het spel. En we hebben nu dus een heleboel verklaringen over en weer, alles en nog wat. Er is nog niet eenduidig een lijn te trekken wat daar nou gebeurd zou zijn. Dus getuigen moeten gehoord worden. Na alle gedachten wordt de zaak in februari inhoudelijk behandelen. Eerst zullen de beide zwan in een speciale kliniek observeerd worden.